Welkom in deze video, guys. En voordat we beginnen, weet dat met investeren het risico van verlies komt. Wij zijn geen financieel adviseurs. Cryptocurrency specifiek is super volatiel. Dat betekent dat de prijzen heel snel omhoog, maar ook heel snel naar beneden kunnen gaan. Zelfs wij kunnen het fout hebben. Ook wij kunnen geld verliezen. Dus denk altijd twee keer na. Doe je eigen onderzoek en weet dat wij er voor de lange termijn in zitten. En dat je dus niet morgen rijk kan zijn. Met dat gezegd hebbende, heel veel kijkplezier. Like de video en dan zien we jullie zo. Nieuwe woensdag, nieuwe podcast. And we're back. Bitcoin prijs op 69.000. Zie, is niks aan de hand. Geen veldje aan de lucht. Kijk maar naar buiten. Zon schijnt. Geweldig. Tuurlijk een paar wolkjes, maar dat hoort erbij. Stilte voor de storm. Inderdaad. De mooie dagen die komen eraan, guys. Get ready, man. En wat we zien gebeuren, best wat mensen die zijn een beetje bearish, wil ik zeggen, negatief. Logisch, omdat we in de euforische staat nog zijn. Net autumn high gebroken, halving komt eraan. Iedereen verwacht op, op, op. Zodra het niet gebeurt, is men een beetje teleurgesteld. En dan denken ze, no, Bitcoin gaat naar 20.000 lezen. Net van, zegt de Deutsche Bank bewezen van. Maar het is allemaal stilte voor de storm. Ja, mensen zijn eigenlijk, in zekere vorm zijn ze zeg maar super ongeduldig. Ja. Want de mensen in crypto, die hebben echt 0,0... geduld eigenlijk. We zitten voor de halving, zitten op een all-time high. De halving moet nog plaatsvinden. En het is eigenlijk alleen maar paniek en koersen die zakken iets en dit en dat. Maar overal, portfolio's staan nog steeds dik in de plus. Nog steeds, zelfs met correcties. Mm-hmm. Als je bijkoopt, een aantal goede momenten gehad. En straks, inderdaad in die stay aggressive zone. Ja, dan moet je dingen kopen die gewoon blijven stijgen. Ja. En nu hebben we de kans om zeg maar nog enigszins... in te kopen, ja, rustig aan te doen. In te kopen. Ja, precies. En tuurlijk, je koopt duurder in dan dat je op de bodem hebt gekocht voor fundamentele projecten die nu al zijn gestegen. Maar de echte alt season moet nog beginnen. Weet je? We hebben een paar sectoren gehad, die zijn gegaan. AI is gegaan, real world assets is gegaan. Er is nog niks, hè, guys. Wacht even. Nee. Alles wat is gebeurd, kijk, is lauw. Van een 5x, 6x, 7x, 10x, sommige 20, 30x, is nice. Maar er is nog niks. Mm-hmm. En waarom zeg ik daar nog niks is? Nou, twee dingen. Tijd in de markt, dus na de halving is still aggressive. Maar deze moves, ik vond het nog risicovol. Dus ik maak die 20x's, 30x's met een 100 euro, een paar 100 euro. Toch, wat je wilt is een kop, 5 kop, 10 kop. En die projecten gaan keer 30. Mm-hmm. En dat is wat ik bedoel. Iedereen die aan het wachten is, chill hem nog even, man. En kom dadelijk op een moment, een punt, alles gaat. Ja. Toch? Dus jullie zijn ready, man. Nee, hete zomer, we blijven erbij. Ook een kleine update wat betreft de VIP. De VIP is ondertussen alweer vol. We hebben heel veel mensen op de wachtrij. Heel veel interviews zijn nog gaande. Ik heb ondertussen ook iedereen gesproken die op de wachtrij staat. Die mensen moeten een cursus volgen en een toets doen. En dan kunnen ze misschien bij de VIP. Maar ik denk niet dat het nog nut heeft om op de wachtrij in te schrijven. Want hoe het eruit ziet, plekken zijn eigenlijk al gegaan. Super positief voor de VIP natuurlijk, want dat betekent dat we nieuwe members krijgen die eigenlijk kunnen meeprofiteren met onze zaken. Maar hoe het er nu dus uitziet, heeft het eigenlijk geen zin om nog in te schrijven de wachtrij. En we krijgen aanstaande donderdag voor de mensen die in de VIP zitten, krijgen we een gast tijdens de livestream. Iemand die een indicator heeft ontwikkeld. Hij komt dus vertellen hoe die indicator in elkaar zit en hoe hij die indicator gebruikt om te traden. Hoe of wat weten we nog niet. Maar diezelfde persoon komt voor de mensen die niet in de VIP zitten aanstaande zondag langs. En dan hebben we ook een interview met hem. Dan kan hij er ook meer over vertellen. Dus dat zijn dingen die nu op korte termijn in de tijdlijn staan. En dan gaat het denk ik om de markt, toch? Deutsche Bank? Ja, ik in de Discord had iemand gepost dat Deutsche Bank denkt dat Bitcoin naar 20.000 gaat. Deutsche Bank is op niks. Ik zou echt niet weten hoe zij hun onderzoek / analyse of wat dan ook vandaan hebben. Of hoe ze het gedaan hebben. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Daar had het ook heel kort even over. Hoe kan het, gezien de omstandigheden, dat er zo'n grote partij, de Deutsche Bank is een van de grootste banken, of is het de Centrale Bank van Duitsland? Weet ik niet. Maar anyway, dat een van de grootste banken van Duitsland, de sterkste economie van Europa, zegt dat Bitcoin, de best performing asset in de wereld, naar 20.000 gaat. Mm-hmm. Toch? Eén, die snapt het intrinsiek niet. Argumenten die ze zeggen klopt niet, want kijk maar naar de ECB die twee keer nu bewezen heeft dat ze het niet snappen. Ja. Door uitspraken te doen, Bitcoin stelt niks voor, heeft geen intrinsieke waarde, et cetera. En Bitcoin is gewoon kwijtgegaan. Maar het heeft me aan het zetten gebracht, want waarom doen ze zo'n uitspraak? Weten zij iets dat wij niet weten? Weten zij dat de economie er in een slechtere staat aan toe is dan wat ze denken? Snap je wat ik bedoel? Dus er hangt een
Naar mijn mening is er een nieuw scenario bij komen kijken. Mm-hmm. Los van het feit dat ze dus of niet wisten wat de technologie inhoudt, dus wat Bitcoin inhoudt. Mm-hmm. Maar dat ze misschien wel weten of een hint hebben, indicatie hebben, dat er iets aan zit te komen. Mm-hmm. Toch? Dus dat is een mogelijke nieuw scenario. Wat wisten we al? Natuurlijk Black Swan, mm-hmm. Waar die 8 april, Moondust, et cetera, et cetera, et cetera. Niks van gemerkt nog. Prijs is natuurlijk een beetje negatief gegaan. Mm-hmm. Dus dat ook volgens mijn analyse niks aan de hand. Daarom geen vuiltje aan de lucht. Clear skies. Maar ja, dat man. Dus er speelt heel veel. En mm-hmm. daarom is het goed bewust te zijn. We spreken met de mensen in de Discord van, yo guys, hoe denken jullie erover? Deel onze meningen. Want ja, je moet het wel van elkaar hebben, weet je. Ik denk dat de banken aan het eind van de dag allemaal vanuit eigen belang spreken. En die gaan, zolang ze zeg maar zelf niet helemaal ready zijn. En dan heb ik het dus ready met inderdaad een centrale euro, een central bank in digital currency of een digitale euro. Mm-hmm. Zolang dat zeg maar allemaal niet in plaats is. Of zolang de banken, want kijk, je moet ook begrijpen, die spot ETF's zijn daar zodat grote partijen nu kunnen inkopen. Wie zijn er nu nog niet aan het inkopen? De banken zelf. De centrale banken zelf. Zeggen ze. Het kan zo zijn, en gisteren zagen we toevallig een video dat er wordt gespeculeerd dat de centrale bank ook al Bitcoin aan het kopen is. Maar zolang zij dat niet voldoende hebben gedaan, zullen zij negatief blijven praten over Bitcoin. Dan zul je dus dit soort uitspraken krijgen. Maar dit is echt, dit zijn uitspraken die moet je met de korrel zout nemen. Want het is zeg maar nog steeds, nogmaals, de Blockbuster die zegt dat Netflix slecht is voor het milieu of zo, weet je wel. Dat soort zaken, dit is precies hetzelfde. Het is zeg maar de taxichauffeur die zegt van, hey, Uber, dat is slecht, want wie wilt er nou een app op je telefoon of zo. Het slaat gewoon nergens op. Ja. Dit is de toekomst, dit is het antwoord, het is de best presterende asset. Toevallig in de Discord ook zo'n afbeelding gedeeld, toch, met dat je alle assets ziet en eigenlijk wat ze op afgelopen half jaar of wat dan ook hebben bereikt. Bitcoin onbekend, schiet alles voorbij. Dus wat luister er niet naar. Any timeline wat je wilt. Juist. Ja. En ik denk dat iedereen in crypto, of je het nou eens bent of niet, over waar precies de top ligt, dat we nu naar een 20k gaan, is ongehoord. Ja, ik. En kijk ook gewoon vooral naar de geschiedenis van uitspraken van banken en wat er vervolgens is gebeurd. Hè. Vaak gebeurt het tegenovergestelde van wat zij zeggen. Dus ja, neem dat met een korreltje. Ja, wat is een credibility, zeg maar. Juist. Toch? Want je zegt iets, maar Oké, klopt het wel wat je zegt. Mm-hmm. Ja, dus, belangrijk, credibility score, ja. Inderdaad. Maar ik denk dus niet dat dat de set is, man. Die play, die naïeve play, Bitcoin gaat niet worden. Dat is al way past, naar mijn mening. Ja, toch? Klopt. Ik bedoel, maar dit is echt of vooral om de mensen die er nog nooit echt van gehoord hebben, om de grote grijze massa, zeg maar, onder bedwang te houden. Duim erop. Dat is het en meer is het niet. Want tegelijkertijd zie je dus dat alle centrale banken wel volop goud aan het inslaan zijn. Ja. En wat is goud 2.0? Je raadt het al. Ja. Dus het is heel erg simpel. Ik denk dat de spanning in de wereld dusdanig groot is dat er een behoefte is aan goud. Dat ze doen aan inflatiebescherming. Want daar is goud eigenlijk een asset voor, toch? Ja, een hedge tegen inflatie. Maar ja, Bitcoin is beter dan goud. Ja. En goud gaat een goede kant op, maar Bitcoin outperformt. Geen twijfel aan, toch? En wat bevestigt die uitspraak, wat dat bevestigt? Of ja, wat bevestigt dat? Is dat je dus groepen als Hongkong en China krijgt, die ook spot ETF's gaan aanbieden aan hun klanten. Mm-hmm. En dat hebben we meerdere keren ook aangekaart. Die sheiks gaan het doen. Overal in de hele wereld gaan ze het doen. Als één voor één gaan ze als domino's vallen. Mm-hmm. Hey, we hebben ook spot Bitcoin ETF's. We hebben ook spot Bitcoin ETF's. Totdat het overal is. Tuurlijk. En wat gaat gepaard daarmee? 1 Bitcoin is 1 miljoen plus. Ja, want China was natuurlijk ook daar met die Hongkong spot ETF, toch? Die gaan ze ook binnenkort lanceren. Guys, hun spot is voor mij iets van 280 base hebben ze already. En nu hebben ze iets van, hoeveel base hebben BlackRock? Ook 200 of zo hebben. De hele 100 base. Ik weet even niet hoeveel, maar ze zijn dagelijks aan het bijkopen. Ik houd ondertussen ook niet meer bij. Want het is gewoon, naarmate de prijs en de dagen voorbij gaan, blijven zij Bitcoin kopen. Dus niks eigenlijk, misschien dat ze iets minder aan het kopen zijn. Maar het is, er wordt nog grof gekocht. En nog veel meer dan dat er dagelijks vrijkomt, steeds. Voor mij, het laatste wat ik keek, was iets van 2600 op een dag. Met 900 Bitcoin die vrijkomt. Ja, het is ridiculous gewoon. Het is een hele simpel on-chain data of on-chain punt dat je kan checken, een bruggetje, is tether printing. Mm-hmm. Dat zeggen we ook vaker in Discord. Guys, je staat op, je ziet de markt is rood bijvoorbeeld. Je ziet je portfolio is een beetje down. Je hoeft maar één ding te doen of twee dingen te doen. Eigenlijk één ding in de tijd in de markt te zijn. Mm-hmm. Is tether aan het printen? Nou, wat bedoel ik? Je kan op X gaan of op Twitter profiel. Dan zie je dus dat Tether afgelopen dagen 1-1-1-BBB allemaal gedrukt heeft. Maar dan kan je dus ook in een grafiek zien op CoinMarketCap of CoinGecko. Gooi je naar Tether, dan ga je naar de MarketCap. Zet je hem dus op een maand of zo. Zolang je ziet dat het omhoog blijft gaan, geen stress. Toch, je maakt je telefoon uit, je gaat dus slapen. Mm-hmm. Dat is letterlijk wat ik doe, want Tether printing is bullrun.
En wat blijkt nu? Nu heb je nog een andere partij nasteller. Dat is Circle in USDC. Mm-hmm. En die, yo, maar daar gaan we het straks over hebben, over de base layer 2. Mm-hmm. Maar dat wordt interessant. Zodra de stablecoins aan het printen zijn, betekent dat er animo is vanuit de derde partij, oftewel investeerders in Amerika, rijke guys. En die investeren hun money in Tether om Bitcoin en crypto te kopen. Ja, en iedereen vindt altijd van, is de boren nou al begonnen? De boren is al een jaar gaande. Ja. Dit is zeg maar niet de vraag, zitten we in een boren? Welkom, goedemorgen. Ja, hallo, we zitten een jaar en drie maanden in een boren. We zitten in een uptrend, de markt stijgt. Yes. Het gaat erom, is alt-season begonnen? Yes. Dat is de vraag die je moet afstellen. En die is nog niet begonnen. Nee, we zien hier inderdaad hier en daar wat winsten. We zien inderdaad geleidelijke stijgers over verschillende crypto's. Maar we hebben nog niet die parabolische stijging gehad waar iedereen in de crypto zo erg op hoogt. Wat crypto zo uniek maakt van alle markten die er zijn. En dan ga je, klopt, maar dan ga je ook te horen krijgen, ja maar, alts die gaan kwijt. Ook correct. Maar alt season is zeg maar hoe een altcoin presteert ten opzichte van Bitcoin. Daar heb je dus een, je hebt bijvoorbeeld, wij bekijken het dus bijvoorbeeld Avalanche of Ethereum op de dollar. Mm-hmm. Maar je moet het bekijken als Ethereum, Avalanche, Chainlink ten opzichte van Bitcoin. Met een Bitcoin peer. En zodra die in een nieuwe all-time high is, dan, of zodra een x-aantal high M-cap, market cap munten in ten opzichte van Bitcoin een nieuwe all-time high is, vooral Ethereum en het speciaal Ethereum, zodra die een nieuwe all-time high is van BTC, dan kan je gaan schreeuwen alt-season. Ja, en Ethereum tegenop de Bitcoin staat nu op een bodem eigenlijk, op een support level. In een kleine compressie. Een van compressie. De engste, een hele mooie support level inderdaad. Deze rebound, guys, deze gaat kwijt. Ja, precies. Deze gaat kwijt. Ja, wat er dan gebeurt is natuurlijk, ik hoop heel erg optimistisch voor de wereld van crypto. Ja, een enge alt-season. 2017-achtige run verwachten we steeds. En wat ook belangrijk is om te weten, dat hoe langer de consolidatie duurt, hoe hoger er verwacht wordt dat de pomp gaat zijn. Dus met al is dit gewoon super positief om in te zitten. En ik stress hem ook niet. Het is nog steeds een waiting game. Je moet gewoon gepositioneerd zijn. Je moet in de juiste projecten zitten. Mm-hmm. Koop de dips nog steeds. Ja, BTFD, man. Nog all steeds. Het is nog niet dat dit het was. Echt niet. En ik denk ook dat is ook iets wat ik ergens heb gezegd. Ik weet niet meer waar. Maar als je nu nog, zeg maar, moet starten. Dit is echt, je timing is running out. Ja, letterlijk, man. Zeg maar, op het moment dat we straks gaan vieren, ik denk ook inderdaad, ik heb het wel vaker gezegd, maar rond de zomer, als je dan nog moet starten, dan is het feestje niet voorbij. Precies, dan is het feestje niet voorbij, maar en je gaat nog steeds geld maken op de markt, maar het is geen life-changing money meer. En dat probeer ik vaak uit te leggen, toch? Als iets voor ons al keer 5 of keer 10 gaat, op het moment dat die voor jou dan keer 2 gaat, hebben wij al 20x. En dat, hoe lager je aan de bodem zit en hoe hoger die stijgers zijn, hoe meer jij de boot hebt gemist. Dus jij gaat dan misschien van 1000 euro 3000 maken. En dan hou je het vast, want je ziet iedereen om je heen ineens tonnen hebben. En dan denk je van, want dat is het letterlijk. Ja, dat is letterlijk wat en dan denk je van, ik hou het vast. En dan crasht de markt. Wij cashen uit, money is eruit. En dan denk je van, 1000 euro is nog maar 500 waard. Fuck crypto, dit en dat. Ja. Zo gaat dat. Ja, letterlijk. En we zitten nu al exit-stelletjes te bespreken. Dus tuurlijk. Guys, wij zijn ready, man. Jullie zijn niet ready, of wat? Ik zeg jullie. Tuurlijk zijn er een paar guys die ready zijn. Mm-hmm. Maar ik weet haast zeker dat de overgrote gedeelte niet ready is, man. Mm-hmm. Zeker als het je eerste cycle is, man. Ja. Of je tweede. Ik denk, fouten die ze zo gaan maken, ze gaan te vroeg verkopen, ze gaan te laat verkopen. En dan vragen we, what the F? Vraagteken. Precies dat. Tijd in de markt is heel anders. Mm-hmm. Maar succes. Facts. Maar oké, base. Ja, man. Wat ga je over base zeggen? The money is daar. Hype is daar. Zeker. Kapitaal, liquidity vloeit allemaal naar base. Mm-hmm. Ook omdat Solana aan het falen is. Hè? Solana heeft issues. Je kan geen swaps doen. Broer, 75% van de transacties gingen fout. Hoe dan? We moeten red flags introduceren. Ja, Zullen we witte en red flags. Ja, man. Toch? En ik denk dus dat puur daarom base even aandacht trekt. Tuurlijk. Wat zegt dat? Nou, ik ruik, zie, hoor, 1000x gems. Ja, nou dat zeker. Zeker omdat het een relatief onbekend ecosysteem is. Ook wat er een beetje uniek aan is, is dat je natuurlijk geen eigen coin hebt op het platform. Maar is dat nodig? Nee, totaal niet. En sterker nog, ik vond het eigenlijk altijd een beetje teleurstellend aan andere layer 2's dat ze dan een eigen coin hebben, zeg maar. Dus bijvoorbeeld een Arbitrum Matic, dan zit je toch weer te traden met een Matic en denk je, ja, dit is toch geen Ethereum. Ik weet dat ik gebruik maak van Ethereum in de techniek eronder, maar ik ben eigenlijk iets aan het kopen met een andere coin. Dus
in dat opzicht kan ik dan niet beter een andere layer 1 gebruiken. Dat heb ik altijd gedacht en zo voelde dat voor mij. Dus als je dan inderdaad een layer 2 hebt waarbij je inderdaad gewoon zeg maar native soort van Ethereum kan gebruiken om te swappen en te doen. Dat voelt voor mij veel meer als echt een schaalbaarheidsoplossing. Ook al is het eigenlijk hetzelfde. Ik snap dat wel, maar zo voelt het niet. Ja, heel interessant van Base wat veel mensen vergeten. Coinbase zit achter Base, hè? Mm-hmm. Guys, besef dat even. Coinbase is like het grootste bedrijf in Amerika. Mm-hmm. Wat vertrouwd is, crypto gereguleerd is. En connecties heeft met BlackRock en alle andere partijen. Mm-hmm. Zowel met Circle en USDC. Connect the dots, man, guys. Dat in combinatie met een userbase van 100 miljoen. Van mij heeft Coinbase 100 miljoen mensen. Yo, als zij een manier vinden hoe dus elke persoon die een Coinbase wallet heeft, met 1, 2 tikken een coin kan kopen op Coinbase, dan zijn het echt 100.000 x'en, man. De hele ecosysteem. Ja, klopt. Toch omdat 100 miljoen mensen toegang krijgen, minimaal, hè, tot het aanschaffen van Tories. En die hele guys. Integratie wordt natuurlijk fantastisch. Veel makkelijker, toch? Tuurlijk. Ja, dus ik denk dat het daarom een hele interessante play wordt om Base te checken, man. Ja. Ik heb laatst een nieuw meme gehaald, Benji. Mm-hmm. Zag er goede lauwe wedstrijd uit. En guys, ga niet met een Doezoom 500 erin. Memes gaan naar nul. Ik heb letterlijk 110, $120 gegooid. Ja. Als er nu gaat, I don't give a F, toch? Maar... Oké, gaan we een paar base memes noemen dan? Ja, want... ik heb Benji gekocht, ergens. Je broester. Ja. Met die NPC's. Die NPC, ja. Non-playable coin. Ja, die is ook op base. Prime, ik hoor veel dingen over Prime, dat zijn gaming. Mm-hmm. Brett. Ja, maar, die is maar Brett, gegaan. Ja, Brett die is nu 600 nog wat M's. Ja, kijk, het kan naar een paar base. Hè. Je moet begrijpen, 100 miljoen mensen, als elke persoon $100 zet, is het 10 base in het hele ecosysteem. Heel simpel, maar ze gaan $10,000 zetten, guys. Mm-hmm. Dus daarom denk ik, die base gaat echt naar, ja, triljoenen, man. Ja, ja. Nou, triljoen? Oh, ik overdrijf, misschien honderden miljarden. Ja, de TVL is momenteel iets van 4 miljard of zo op base. Of, ik weet, hij is wel heel eng gestegen, hoor. En hij neemt steeds toe. Mm-hmm. Dus de TVL is hard aan het groeien, maar dit gaat zo zijn 100, 300, 400 miljard. En dat komt ook met de integratie. Hè? Coinbase Wallets, je hebt natuurlijk de Metamask die je kan connecten. Het Coinbase die erachter zit. Dus al met al veelbelovend ecosysteem om in de gaten te houden. Ja. We hebben natuurlijk ook een andere, maar die is voor de VIP alleen. Mm-hmm. Maar dat is meer voor de DeFi sector, mm-hmm. waar natuurlijk wat meer fundamentele memes zijn niet erg, maar helaas. Matrix Attack. Het is hier te heet, die chemies vallen uit. Ja, dus we moeten hem afsluiten. Maar in ieder geval, Base, check het. Veel belovend ecosysteem. Ja. Ik wilde eigenlijk ook nog toevoegen van Venom. Ook een heel belangrijk ecosysteem. Want als het gaat over zeg maar, bedrijven die erachter staan, zoals bijvoorbeeld een Coinbase. Venom heeft zo onwijs veel opgehaald. Voor mij 900 miljoen in funding of zo. Ja, dat is gek hoor. Deze guys staat nog laag. Maar dit wordt een gigantische marketing van varen. Dat is ongekend. Mm. Want heel veel bedrijven zetten hele zieke resultaten in met een fractie van het budget. Dus laat staan als je money to blow hebt. En voor mij staan die Sheikhs of Saoedi's ook erachter. Ja man, Dubai volgens mij. Dus ik hoopte op de fan om een leuke eerdrop te krijgen. Ja, helaas niet. Grote we L. We waren wel ready hè, volgend jaar al. Grote L. Jaar geleden ruim. Teleurstellend, dus ik wacht op fan man. Ja. En als laatste, er staat een QR-code in het scherm. Als je deze scant, krijg je €20 als je nog geen Finst-account hebt gemaakt. Dus gebruik hem, claim hem. Is alleen deze maand geldig ook, dus je hebt nog ongeveer 2 weken. Je moet wel €1000 verhandelen op het platform. Ja, de zogenaamd €50 kopen, €50 verkopen, ben je er. In ieder geval, dat was hem, man. Like de video, comment, je vragen. Ah, ik wilde ook die comments behandelen eigenlijk, man. Ja, dat gaat weet je wat we echt doen? Like hem, subscribe hem. Check hem. En als die uitvalt, we zijn gewoon Misschien kunnen we ook gewoon een ander... Niet voor nu, maar we kunnen nu checken. Maar op een ander dagje gewoon die random dag vrijdag of zo die comments nagaan of zo. Kan ook. Maar laten we hem gewoon doen. In ieder geval, als we weg zijn, Cammy is uitgevallen. See you next time. En voor nu doen we even gewoon de comments van de vorige, toch? Don't remember, stay safe. Nog heel eventjes, guys. Nog heel eventjes. Even kijken. Is het Hydro-protocol die je noemde, HDRO, enkel op 1 DEX te verkrijgen? Yes, sir. Oké. Wat vinden jullie van Solana? Heb deze spontaan op 12 cent gekocht? Pff, nou ja, Solana is van 1 cent gekomen of zo. Dus je hebt iets gekocht op het 12 à 14x. Ben daar persoonlijk niet zo fan van. Memes kunnen wel veel verder gaan. Maar ik ben geen voorstander van memes. Dus check vooral de memes die we net noemen. Want dat zijn memes die zitten rond 50m market cap of zo op dit moment. Dus niet freshly off the boat. Wel nog veel potentie. Maar deze kunnen dus makkelijk zeg maar 10, 14x nog gaan. Snap je? Gaan ze dat?
weten we niet. Hoog risico, je kan het kwijtraken. Doet met lage bedragen, zoals Ian zei. Easy peasy lemon squeezy, man. Ja, even kijken. En hoe zit het met goud? Een verwijzing naar de tekst. I don't know. In ieder geval, guys, dit waren de comments. Dus... Volgende keer wat meer droppen, man, guys. Ja, toch. Comment, vragen voor ons, man. Dan behandelen we ze. In ieder geval, love voor iedereen. Of misschien moet ik ook even vragen stellen. Wat men denkt dat hun engste back wordt. Of engste gain wordt dit jaar. Ja, laat ons je favoriete coin weten, man. Voor aankomende boren. En waarom? Want ik denk dat waarom belangrijk. Kijk, want iedereen kan wat schreeuwen. Maar voor degenen die nieuw hier zijn, hallo, Mike en Ian. Wij horen van onderbouwing. Feiten, toch? Dus als je iets zegt, leg ons uit waarom. Ja, natuurlijk graag weten. En ik ben ook benieuwd wat jullie denken wat er gebeurt met de prijs van Bitcoin op het moment van de halving. Dus niet na de halving, op het moment van de halving. Oké. En met dat gezegd hebbende, check jullie later, man. See you. Stay safe. Ciao.